deze leeftijd begin je met seksuele voorlichting. Veel ouders zien het tegenop, maar het is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Seksuele voorlichting geven. Wanneer begin je daar eigenlijk mee? De richtlijn is dat kinderen tussen hun 8e en hun 10e alles moeten weten. Zowel de technische kennis als kennis over emoties en wederzijds respect. Maar al eerder kun je je kind vertellen over bepaalde onderwerpen die hiermee te maken hebben. Zo zien kinderen van 2 of 3 jaar vaak al het fysieke verschil tussen jongens en meisjes. Nou, je kunt dit bespreekbaar maken door alle lichaamsdelen van je kind op te noemen en ook de geslachtsdelen niet over te slaan. Welke bewoordingen je gebruikt voor de geslachtsdelen is natuurlijk helemaal aan jou. Tussen 4 en 7 jaar kun je je kind vertellen dat papa en mama het fijn vinden om elkaar te zoenen en te knuffelen. Vanaf 7 jaar zullen kinderen vaker vragen gaan stellen over seksualiteit, waar baby's bijvoorbeeld vandaan komen. Vanaf 7 jaar gaan kinderen ook begrijpen dat geslachtsdelen ook een seksuele functie kunnen hebben. Het merendeel van de 7- en 8-jarigen weet dat je seks moet hebben om zwanger te worden. Vanaf 9 jaar weten kinderen vaak wel dat je ook seks om een andere reden kunt hebben. En dat je ook verkering kunt hebben met iemand van het andere geslacht. Probeer zo eerlijk mogelijk antwoord te geven op de vragen van jouw kinderen. En probeer je ook niet ongemakkelijk te voelen, want dat voelt je kind dan aan. En dan zal hij of zij denken dat seks ja, toch een beetje een raar of beladen onderwerp is. Terwijl je juist wil dat het zo normaal mogelijk is en zo bespreekbaar mogelijk. Succes!